Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op het kanaal van mostcutest.nl. Vandaag maak ik deze Japanse snoepset die verkrijgbaar is in de webshop. Het is de Koro Koro Animal en het ziet er heel schattig uit. Allemaal kleine beestjes en die gaan we ook maken. En er zijn een soort mochi beestjes en dat zijn dus een soort zoete rijstballetjes. Dus volgens mij is het super leuk om deze te maken. Aan de slag! Dit is de mal en de mal is best wel groot, kijk. En er is een vakje met nummer 1, nummer 2 en nummer 3. In het bakje nummer 2 en nummer 3 zie je een klein lijntje en tot daar moet je het water vullen. En hier zit geen pipetje bij. Dus tip nummer 1 is, als je nog een pipetje hebt van een oude set, dan kun je die hier heel handig voor gebruiken. Tip nummer 2 is, als je een melkkannetje hebt, dan ziet het er heel leuk uit. En dan kan je die ook eindelijk een keer gebruiken, want ik gebruik nooit mijn melkkannetje. Maar die kan ik dus nu gebruiken hiervoor, want die heeft een heel handig tuitje. Ik vul het bakje met nummer 2 met water tot de lijn. En hier doe ik de inhoud van het rode zakje bij. Dan zit er geen lepeltje bij dit keer, maar een lollystokje. En daar moeten we dus mee gaan roeren. En zoals je ziet wordt het eigenlijk steeds steviger. En nu is het een bal op een stokje. Dan pak ik er een schoteltje bij. Natuurlijk heb je je handen eerst gewassen. En nu maak ik hier 5 gelijke bolletjes van. Het is heel erg plakkerig. Maar het blijft niet aan je vingers plakken. Dus het is misschien meer... Nou ja, het voelt eigenlijk wel lekker. Dat zijn die. Dan nu verder met de chocolademochi. In dit bakje zit ook een lijn, maar die stelt eigenlijk echt niks voor. Dus er moet echt een heel klein drupje water in. Oké, een heel klein beetje. Altijd nog wat bij. Dan pak ik het bruine zakje. En dat wordt eenzelfde soort structuur, dus ik doe het erbij. En dan ga ik roeren. Zo, ook dit is klaar. Ik pak het grote groene zakje. En die leeg ik in bakje nummer 1. Ik doe wat water in bakje nummer 2. Dat maakt niet zoveel uit hoeveel dat is. Maar dat heb je nodig omdat we gaan het stokje gebruiken. En daar steek ik, een bolletje op, zeg maar. Oké, wat gaan we doen? We doen het balletje op het stokje. Dat dop je in het water. En dat haal je lekker zo door het poeder. Zo, dit doe je 4 keer. Kijk, nu is het balletje groter geworden. In totaal heb je nu dus 4 nieuwe laagjes om het roze bolletje heen gelegd. En zo is het dus eigenlijk ook wat groter geworden. Superleuk, hier ga ik mee verder.
Het bruine was net heel plakkerig, maar blijkbaar als je het even laat staan, dan wordt het goed. Gelukkig. Dus dit doe ik ook op het stokje. We doen één bruine. De andere bruine gebruiken we ter decoratie. We gaan vier dieren maken en dat is heel erg handig, want in deze tray zitten allemaal kleine mini-vormpjes. Dit is bijvoorbeeld een oortje, dit is een bunny-oor, hier is nog een snuitje. En dan ga ik dus die stukjes die ik nog over heb, daarom heb ik er ook twee bewaard. Ik heb vier witte bolletjes gemaakt en ik heb nog vier gekleurde bolletjes over. Dus die ga ik daar indrukken en dan kan ik die daarna gebruiken om de mochis te versieren. Ik begin met een olifantje. Hier is een kleine slurf. Daar ga ik een beetje bruine zo induwen. Ja, jee. Het is werkelijk allemaal zo klein dat je het bijna niet vast kunt pakken. Dit is de slurf. Wat je moet doen is, je moet er een beetje water op doen. En dan doe je het op een poppetje. Dus ik doe een beetje water op mijn vinger. Dan doe ik dat zo aan de onderkant. Dan plakt het. En dan doe ik hem zo hier erop. Dan moeten ook twee kleine oogjes naast. Nou, die kan ik gelukkig zelf. Zo. En met roze ga ik dan proberen om ook een oor te maken. En het oor moet weer in de mal. De eerste is klaar, de olifant. Moeilijk hoor, die oren met dat plakkerige spul. Maar goed, het lijkt erop. Ik ga dit neusje gebruiken hier in het midden. En ook twee kleine bruine oogjes. Zo. En twee oortjes. Die oortjes die zitten hier. Ik ga het proberen, maar... Ja. Dit is een oor. We hebben een oor. Zo. And we got another one. Oh. So. Dit is de tweede. Oké, ik ga een konijn maken. Dat is dus weer een behoorlijke uitdaging. Want dit oor zit hier. Oké, dat lukt niet helemaal, dus ik ga zelf bunny ears maken. Ik rol ze en dan druk ik ze erop. 1. Wow, dit blijft echt wel goed plakken, zeg zo. Dat dan weer wel. Dus het plakt te veel, maar het blijft ook wel weer goed plakken. Zo. Laatste is een panda. Ik heb voor de oogjes heb ik twee hele kleine stukjes wit hiervan afgehaald. Nou, oortjes, dat is niet zo moeilijk. Dus daar ga ik ook geen moeilijke dingen voor doen. Klein snuitje. En dan twee grotere oogjes die je even plat maakt.
En dan komen dus van die kleine bolletjes op. Ik heb wel eens een mooiere panda gemaakt. Maar goed, het is niet anders. Dit is echt super plakkerig. En ze zijn klaar. Dit zijn ze geworden. Oké, het is tijd om de Coro Coro Animal te proeven. Ik denk dat ik van beide moet proeven. Welke zal ik kiezen? Ik ga hem ook een beetje door de midden bijten. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd wat die witte rand heeft gedaan. En of je dat inderdaad ook echt ziet. Wacht, ik probeer gewoon eerst een beetje van dat chocola. Heeft een hele lichte chocoladesmaak. Helemaal niet zo sterk. Nu een beetje van het plakkerige roze. Man, wat is dat plakkerig. Deze smaak is wat sterker. Naar zoete aardbei. Zoete, neppe aardbei. En dan ga ik nu een hap nemen van die mochi, zeg maar, van het balletje. Het is wel heel lekker, zacht, zoet, aardbeiig. Ik vind het wel heel cool, kijk. Kijk, de binnenkant is echt super cool, roze met die witte rand eromheen. Dus dat heeft wel echt effect gehad dat je dat dan 4 keer doopt in de poeder en het water. Dan ook nog een hapje van de panda, want de panda heeft chocola aan de binnenkant. Dat ziet er zo uit. Dit was hem. Japans snoep voor gevorderden, moet ik zeggen. Want het is echt wel lastig om hier van deze mooie beestjes van te maken. Het is wel te doen. Het ging bij mij wat moeilijk in de mal, maar misschien gaat het bij jou wel heel erg goed. Maar je kunt gelukkig ook zelf met een beetje kneden zelf goede figuurtjes maken voor erop. Maar ook alweer een uitdaging om er dan toch mee door te gaan en toch wat moois van te maken. Ik denk dat ik de eerste, de olifant, het best gelukt vind. En al met al was ik best wel eventjes met deze set bezig. Want ik geloof dat ik wel een uur zoek ben geweest met het maken, met het rollen en het maken van alle figuren. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk, want daar gaat Japans snoep natuurlijk eigenlijk om. Om het plezier dat je hebt in het maken ervan. Ik vond het, de smaak vind ik goed. Lekker zoet. Eigenlijk verrassend lekker, want ik was een beetje bang. Omdat bij een set die ik een keer eerder heb gemaakt, dat is de Odangoya-san. Daar zat ook mochi bij, ook, maar die vond ik niet zo lekker. Dat heb ik toen ook in de video gezegd. Maar deze is wel echt lekker en ik vind ook vet cool hoe die binnenkant eruit ziet. Ik weet niet of je dat zo nog een beetje kunt zien, maar ja, dat vind ik heel erg leuk. Leuk effect. Deze Coro Coro Animal koop je op mochiures.nl. Dus als je hem wilt proberen of als je het product van wat dichterbij wilt bekijken, kun je klikken op de link in de beschrijving en dan ga je daar naartoe. Dankjewel voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Doei!